De toiletgroep nabij de Plattebrug aan de waterkant is vandaag in gebruik genomen. Dit project betreft een public-private partnership om in de binnenstad het wildplassen tegen te gaan, als ook het bevorderen van de hygiëne. Ook willen de uitvoerders van dit project ervoor zorgen dat de binnenstad aantrekkelijk wordt gemaakt. De uitvoerders van dit project zijn het commissariaat Paramaribo Noordoost, het ministerie van Openbare Werken en de ondernemer Clifton Schubert. Hij geeft aan dat de toiletten moeten worden gezien als een geste aan de samenleving. Ja, met samenwerking met de DC heb ik de kans gehad om iets weer voor het publiek te doen. Openbare toilet te bouwen uit eigen zak. Hij heeft de plek ter beschikking gesteld. En ja, en ik heb het gebouwd voor de gemeenschap. Het is betaald tegen kleine vergoeding voor het urineren, 2,50 gulden. En voor de grote behoefte, 5 SED. Districtscommissaris Ricardo Bola zegt dat er meerdere van deze toilettengroepen zullen worden gebouwd in de stad. Ze zullen op plekken komen waar dagelijks veel mensen bij elkaar komen. Bola zegt dat bij het ontwerpen van deze toiletgroep er rekening gehouden is met een ieder. Het is een eigen creatie van de heer Schubert zelf. En u zelf het verschil gezien. Hè? Dit zijn toiletten die toch wel op een internationale standaarden zijn gebouwd. Zo prachtig ziet het eruit. Er is aan alles gedacht. Dames apart, ook verschonen van baby's. Heren apart. Maar u hebt ook gezien, de mensen die met een lichte beperking kunnen hier terecht. Met een kruk, met een rolstoel, met een blinde geleidestok, whatever. Ook aan die groep mensen is er gedacht. Omdat die mensen ook recht hebben om hun behoefte te kunnen doen als ze hier in de buurt zijn. Bola zegt dat dergelijke toilettengroepen ook zullen worden geplaatst bij de Haitiaanse markt en op de hoek van de Jodenbree en Keizerstraat.